Het scheelt heel veel werk. Ja, ho! Oh. Nee! Nee! Daar ga je, Jacob. Met perfecte race! En ik knal gewoon helemaal vol tegen de muur aan. Ah! Ik ben nog steeds eerste, man. Ja. Ja, ik zie Jacob ook nog gewoon op... Hij crashte letterlijk op de finish. Hier komt de teleport checkpoint. En... Yeah, waarom hadden we geen idee. Oh, een paar meter erop. Andere kant van de straat, idee. Ja. Welkom allemaal bij deze nieuwe video en in deze nieuwe video spelen wij drie nieuwe GTA Online races. We beginnen deze race in een go-kart. Ik ben hier samen met Thomas en Daan. Hallo. Hallo, hallo. Dat was heel mooi in koor. En we gaan er het beste van maken. Ik ben er bang voor. Ik ook. Deze race stond op non-contact, maar Thomas dacht ik doe even leuk, ik zet non-contact uit. Ja, ik denk dat het een reden had. Ja, ik denk ook dat het een reden had, maar we gaan... Oh... We gaan het vanzelf zien. Deze remmen zijn niet zo best, had ik het idee. Nee, die remmen van dat... van dat AC-kaartje. Nee, Thomas! Alsjeblieft, Daan. Jeetje, mina, de remmen die zijn een klein beetje kermis, heb ik het idee, hoor. Ja, dat is wel beetje een beetje kermisremmen. Gewoon niet remmen, Jacob. Oh, nou, dat ging hier moeilijk. Degene achter mij deed het volgens mij al. Dat was... Als dat gele autootje was, dan was ik dat. Oh, dat weet ik niet. Ik zag het helemaal op de map dat diegene achter mij volgens mij ietsjes doorschoot. Ja, dat was ik. Ja, kijk. Jij nam het niet remmen principe wel heel letterlijk. Je moet ook niet remmen. Je moet je gas loslaten. Ja, dat helpt vaak wel. Ook van die echte kartbaans. Dan rem je heel vaak op momenten dat het eigenlijk niet hoeft. Dat kun je meestal op zo'n kaartje wel zien. Ja, als je dan gaat... Ja, als je eigenlijk echt... alleen remmen als je een hele scherpe bocht hebt, zeg maar. Kijk, zoals hier kan gas los niet, waar ik nu ben. En, nou, hier op zich wel. Maar, ja, je moet het een beetje aanvoelen. Maar goed, dat is hetzelfde als de Formule 1 race. En dat moet je gewoon echt 10 rondjes doen, minimaal. En eigenlijk 20 of 30 rondjes, dat zou het mooiste zijn. Maar ja, voor in een video... Is dat niet echt heel innoverend of zo? Nee, 20 keer hetzelfde rondje rijden. Nee, ik denk niet dat mensen daarna blijven kijken. Tenzij het echt een Formule 1 game is, maar het blijft maar een GTA race. Dus ja, ik denk niet dat daar heel veel animo voor is. Een keer te doen, F1 2023 of 24. Wat, Formule 1? Ja, gewoon zo'n Formule 1 game. Ja, op zich vind ik het wel... Maar eigenlijk moeten we dan allemaal wel simulators hebben. Of echt van die racestoelen. Nou, maar anders dan is... Betaal jij? ik heb er laatst dus wel over gedacht om een racestuurtje te kopen, ja. Ja. Die dingen, daar leg je gewoon minimaal €300 voor neer. Ja, die zijn niet goedkoop, kan ik jou vertellen. Nee. Ja, of je, en als je minder dan €300 neerlegt, dan heb je echt zo'n crap ding met twee pedalen, zeg maar. Geen koppeling. Nee joh, dat is niks waard. Dat is echt helemaal niks waard. Even tussendoor, ik kan nooit meer winnen, want cash-up staat niet aan. Dus... Oh, dan heb ik waarschijnlijk ook een DNF. Hoezo heb jij een DNF? Hoezo een DNF? Omdat ik achterin rij en ketchup staat niet aan. Nee, maar ik ben ook niet in de buurt van jullie of zo, zeg maar. Nee, maar jij staat tweede. Jij staat tweede. Oh! Dat zijn die grote... Hoe dan? Dat zijn die grote witte letters die in jouw beeld staan. Ja, maar hoe dan? Ja, omdat Thomas een bocht had verkeerd. Thomas, hoe ben jij in één keer achter mij gespand? Thomas, die nam het niet-remmen-principe iets letterlijk. Nou, bij de containers, gelijk in het begin al. Ja, daar vlogen de containers in. Had het nou maar niet gezegd, Thomas. Had het nou maar niet gezegd. Nee, precies. Nee. Wij gaan in elk geval door naar race nummertje 2. We zijn aangekomen bij de tweede race. En ja, jongens, jullie zien het goed. Ik zit in een hele vage auto en dat is niet voor niets, want we hadden niet zo heel veel keus. Als het goed is, is het een transform race, waarin wij straks gaan transformen naar onder andere een heel klein mini-autootje, oftewel de Easy. Meer kan ik er niet over vertellen. Nee, is heel simpel. Heel simpel. Ja, ik rijd een hele futuristic auto. Maar of het ook echt effect gaat hebben, betwijfel ik. Jongens, wat doen jullie daar? Oeh. Oh jee, we gaan alweer transformen. Curbstones vinden wij niet leuk. Oh jee, wat een kleine autootje. Yes, een knalgele mini, ik ben Mr. Bean. Nu al... Nee, die is groen, hè? Oh. Ik heb hem in het knalroze. Hier komt de teleport checkpoint. Yeah, waarom hadden we enig? Geen idee.
Oh, een paar meter verderop. Andere kant van de straat, idee. Ja. Ja, dat had veel effect. Wow, deze remmen zijn niet best. Ik kijk tegen een boom aan. Oh, chips. Tintin trekt traag op. Ik had het door. Ik slipte weg en ik wou weer opnieuw opstarten. Maar ja. Dat ging gewoon niet. Dankjewel voor het setje, Thomas. Oh jee. Oh jee, je moet niet springen met deze dingen. Dit gaat niet lang goed. Dit gaat echt niet lang goed. Oh jee, teleport checkpoint. Nee. Oh, ik maakte een barrelrol. Doe je nou? Oh, jij bent ook gewoon eerder geteleport dan ik. Tuurlijk. Thomas. Nou, zijn we allebei weer vanaf nul, Jacob. Ja, precies. We hebben er allebei niks mee gewonnen. Nee. Dat is echt. Wat ik trouwens wel kan doen, is kleine clipjes maken van als er dingen bij mij gebeuren. Oh, ja, doe maar. Dan. Ho, wat is dit? Een gekke jetpack. Hoe moet ik dit besturen? Hij zegt in je beeld. Ik moet mijn numpad doen, maar... Oh nee, ja, maar Thomas gaat hard! We vliegen weer, Jacob. Die heeft alweer iets wat hij wil, hoor. Dat weet je toch, maar... Thomas en vliegen. Ja, maar kom op. We krijgen weer prut. En Thomas, die heeft alweer een voorsprong. Wat is dit ook, joh? Ja, hoe vliegen we dit ding? Met je numpad aan. Met je numpad. Ja, ik druk op 8, maar dan ga ik alleen maar naar beneden. Ja, omdat je ook nog W moet indrukken voor gas geven. Oh, jee. Oh. Het is niet leuk, Thomas. Ik vond het best leuk. Oh, ik heb het door, denk ik. Ik heb het door. Nu al? Actie heeft niet gedaan. Dat is te hoog, Daan. Daar ga je naartoe. Oh, ik ga even naar beneden. Ho, deze auto kan vliegen. Blijkbaar. Hup. Geen idee, maar oké. Het zal wel. Hoi. Pas op. Ik slip ik helemaal. Doei, Thomas. Was gezellig, hè? Ja, was gezellig. Waarom neem je die bocht dan zo wild? Want ik dacht, dat red ik nog wel, maar deze auto kan niet zo heel lekker sturen. Nee. Oké, ik ben ook een auto geworden, jongens. Ja, het ging lekker, hoorde ik bij jou. Ja, zo klonk het zo. Ja. Maar niet heus. Ik heb even voor je geklipt hoe het bij mij ging. Jongens, ik moet nog 4 checkpoints. En dan zie ik de finish. Ik zie nu de finish. Ja, je weet maar nooit wat het van finish is. Gewoon een normale finish. Oké, nou, ik ben eerste, jongens. Oh. Gezellig. Het leek heel erg fout te gaan bij mij, hoor. Ik ben tweede. Hey, kijk, dat klinkt ook goed. En dan ga ik even Daan spectaten. Yeah. Ja, dit ga je helaas niet meer halen. 1 DNF per video, jongens. 1 DNF per video. Ja, dit is de tweede race. Dus dan mag je de volgende race geen DNF halen. Geen DNF. Oh, maar dat moet goed komen, toch? Jawel. Toch, Thomas? Thomas weet wat we hebben gedaan. En wat we gaan doen de volgende race. Dus... Ik ruim mijn hoofd. Oeh. Als je nou nog 30 seconden had gehad, had je het misschien nog gered. Waarschijnlijk wel. Je hoeft alleen dat rondje nog. Dat was het. Maar... Precies. Was krap. En er komt nog een transform race aan. Oh jeetje. Met de vliegtuigen. Joepie. Hoor ik alweer. Joepie. Met het enthousiasme van Daan gaan wij door naar de derde race. We zijn aangekomen bij de derde race. En we gaan zien wat we gaan doen. Want ik heb totaal geen idee. Maar ik denk dat het alleen maar rondjes zijn. Want je ziet hier voor mij de bocht naar rechts al lopen. Ik kan alleen maar zeggen dat het interessant wordt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Daan, nee, doe maar gewoon even niet. Iets met netjes inhalen, Jacob. Ja, nee, doe maar even niet, Daan. Hey! Hoi. Jongens. Tot ziens. Ja. Ze moeten ook altijd mij hebben. Ho, Jacob. Oh, daar kom je nog aardig uit. Mooi uit. Ik kwam mooi uit. Nou, het zijn niet perfecte rondjes, Jacob. Het is nog iets meer... Nee, maar... Het is meer een, volgens mij, een 8 vorm of zo. Het is wel eigenlijk rondjes rijden. Ah. Ja, dat is het dan niet. Misschien komt het daar wel op neer. Moeten we... Huh? Oh wel. Nee. Huh? Ja!
Deze is een beetje confusing. Maar ja, okay. Ik dacht even dat je daar nog binnendoor moest, maar... Gelukkig hoeft ze dat niet. Dit was alweer één rondje. Wow. Ja, heftig hoor. Goed dat we zoveel rondjes hebben gedaan dan. Dit is echt even. Vier staan ingesteld. Dus op zich... Thomas, jongen! Doen jullie daar? Een klein tikje. Een klein tikje. Nou, als ik zo daad reactie hoor, was dat meer dan een klein tikje. Ik kan het wel weer terugzien op de opname. Het is echt verschrikkelijk. Ik was zo lekker aan het rijden. Ik zie die slipstream al komen, hè? Ik zie hem al, die witte lijntjes achter mijn auto. Ik neem de bocht naar rechts toe. Ik krijg Thomas volledig in mijn zijkant. Ja, dan weet je al hoe ver het is, hè? Als je die witte lijntjes ziet, dan weet je al gewoon, ja, dit is verloren zaak. Ja, vooral als ketchup aanstaat. En nee, daar bedoel ik niet die van Heinz mee. Ja, maar dit is heel flauw. We hebben Classic, Daan. We hebben Classic. Ja, niet die van de Hela, de kruidenketchup. Nee, nee. Jongens, doe dit nou niet. Jongens, Dat is zo flauw. Ik kom ook gewoon niet dichter bij Jacob, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik zie Thomas nog wel, maar Jacob is gewoon weg. Ja, gewoon gone. Ik heb ook weer de juiste auto gekozen, jongens. Ja, ik heb dat ook die juiste. Die curbstones vinden mijn auto nog steeds niet lief, gewoon. Oh, die vinden mijn auto echt geweldig. Mijn auto, die vinden die curbstones echt heel aardig, kan ik jou vertellen. Oh, Thomas, heel soepel. Ja, die curbstones helpen mij zelfs. Kijk, dit bedoel ik. De hele race prima rijden en dan de laatste ronde een beuk krijgen van een of andere wagen muur. Ja. Je had het al voorspeld. Ja, ik had het al voorspeld. Het gebeurt ook nog. We doen even een replay van wat Thomas net zei. Ah, je geeft me wel weer heel veel editwerk gedaan. Misschien dat ik dat er wel gewoon uitknip, dat jij dat zei. Het scheelt heel veel werk. Ja, ho. Nee! Nee! Daar ga je, ja. Met perfecte race! En ik knal gewoon helemaal vol tegen de muur aan. Ik ben nog steeds eerste, man. Ja. Ja, ik zie Jacob Odo gewoon op... Hij crashte letterlijk op de finish. Nee, dat was helemaal niet waar. Ja, iets ervoor. Oh, iedereen is ook gewoon eerste. Eerste, wat zeg ik. Gefinished. Jeetje, mina. Ja, ja. Oh. Het is ook gewoon laat. Iedereen is eerste. Laat, het is laat. Lange dag. Ja, dat zal het wel zijn. Hé, maar wat is de score nou dan? Want even kijken, wat is de best lap? 44, 46 en 47 seconden. Oh, dat valt me nog mee. Dat is netjes. Ja, het valt me nog mee van jullie. Maar ik ben volgens mij deze hele video ben ik eerste geworden. Misschien moeten jullie wat aan gaan doen. Ja, dat klopt. Ik zie 15, 15, 15 staan. Misschien moeten jullie wat aan gaan doen, jongens. Ja, misschien wel. Ja. Ja, misschien. In elk geval, dat gaan jullie niet meer zien in deze video. Dus deze video zit erop. Hopelijk zien we jullie weer terug bij de volgende video. Tot dan!